De Nationale Loterij laat al haar spelers dromen. Als ik de lotto win, dan open ik met mijn man een restaurantje in het zuiden van Europa. Dan ga ik mijn eigen gratis rockfestival organiseren. Dan geef ik een goede barbecue voor al mijn klanten. Dan zou ik de Trans-Siberische Express tot in China pakken. En dankzij jullie kunnen we ook de dromen van mooie initiatieven blijven steunen. Zoals de 100ste verjaardag van het Paleis voor Schone Kunsten. Hey, dag Sam. Dag Felix. Welkom op het dak van het Paleis voor Schone Kunsten. Dankjewel. Het is hier prachtig. Wat een uitzicht. Prachtig zicht, hè? Zeg, maar ik ben hier natuurlijk niet alleen voor dit prachtige uitzicht, maar jullie hebben ook iets te vieren. We hebben zeker iets te vieren. 100 jaar geleden zijn de statuten van het Paleis voor Schone Kunsten daar in het stadhuis van Brussel getekend geweest. We kennen Horta van de Art Nouveau. Dat was de start van het project van het Paleis voor Schone Kunsten. Het is eigenlijk de allereerste kunstencentrum in Europa en misschien in de wereld. Wat een prachtige zaal. Het is ons juweel van Bozar. In die voorbije 100 jaar, wie was voor jou zo de meest bijzondere gast die hier was? Persoonlijk herinner ik me nog heel goed het bezoek van president Obama. En dat was een enorme hectische periode. Hij heeft hier zijn speech gedaan en een uur later was er al een eerste concert terug. Een van de bomsquad van Obama die was vastgeraakt in de schachten die de verse lucht aanbrengen onder het podium. Och, hè. Ja. Dus die zat vast hier? Die zat vast onder... en het lampje op zijn lamp ging uit. Dus ja, die man dacht, het is gebeurd, het is gedaan met mij. Oh my god. Het heeft, na een paar uur is er dan toch terug uitgeraakt. Oh god. Maar er waren geen bommen. Maar er waren geen bommen, nee. Alles dat is goed verlopen. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Horta die had aan alles gedacht, want als de koningin in Volo naartoe kwam en het was aan het regenen, dan moest er natuurlijk iets voorzien worden. Ik zal je even laten wachten. Muren en een dak. Geniaal. Voilà, een specialeke van het paleis. Ja, dat is een echt specialeke. Zeg, 100 jaar Bozar. Hoe vieren jullie dat? We hebben een zeer fijne tentoonstelling gemaakt over hoe het gebouw tot stand gekomen is. Ik zie hier allemaal materialen staan en gewichten. Maar wat wordt er juist mee bedoeld? Ja, dat is een kunstwerk van de Portugese kunstenares Lara Almar Segui. En ik ben samen met haar in de archieven van het Paleis voor Schone Kunsten gedoken. En ze heeft eigenlijk berekend hoeveel ton materiaal Horta heeft gebruikt om het gebouw te construeren. 52.237 ton in totaal. Materiaal zit er in het Paleis voor Schone Kunsten. Amai. Hoe ziet de toekomst eruit? Doen we er nog eens 100 jaar bij? We hopen binnen een paar jaar de restauratie te kunnen afronden en dan kunnen we terug 100 jaar bijdoen. Dus terug 100 jaar vol met verrassingen. En hopelijk, dankzij de steun van de Nationale Loterij, kunnen we nog heel veel jonge artiesten, zoals Lara Almar Segui, een kans geven om zich te tonen aan de wereld.